Goedenavond. Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij de Show van Je Leven Rond. En dan ga ik even spieken. Ex-gemeenteraadslid, ex-kamerlid, fractievoorzitter, formateur, burgemeester, minister, VN-waarnemer. En tegenwoordig, zonder ex, schrijver, senator en hoogleraar Ed van Tuin. Hartelijk welkom. Wat een lijst, hè? Vreselijk. Vreselijk? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Ik dacht, je gaat gewoon voor. Je hebt een hoop weggelaten. Wat nog? Ja. En wat dan nog? Nou, gemeenteraadslid. Ja, heb ik gezegd. Gemeenteraadslid. Oh, ja? Ja? Nou, laat me zitten. Het is al vermoeiend genoeg. Ja, dat is het ook. Wat was de mooiste baan? Burgemeester. Burgemeester? Ja. Waarom? Het klikte zo goed. Hè. Dat was me op het lijf geschreven. Zo concreet, dicht bij de mensen. En al die andere functies die ook heel mooi waren. Hè, vooral Kamerlid. Toch een beetje verder weg. Mm. En minder rechtstreeks resultaten van de beslissingen die je moet nemen. De echte burgervader. Ja. Dus, ja. Maar je moet het ook weer niet levenslang doen natuurlijk. Hè, want, nou, dat hebt u bijna wel gedaan, hè? U was wel de langstzittende burgemeester. De langstzittende, 11 jaar. 11 jaar, dat is leven waar. Duurt gelukkig ietsje langer. Iets langer dan 11 jaar. Ik wil eigenlijk even beginnen met een aantal trefwoorden te noemen. En dan hoop ik op een korte reactie de hele tijd. De Zeedijk. Die hebben we weer hersteld. Uit een diep dal gehaald. Schoongeveegd, ja. Dat is een keerpunt geweest. Gumus, wat zegt u daarop? Schande. Den Uyl. Mijn leermeester. Dierbare, zeer dierbare vriend. Ja. Een kok? Een hele goede minister-president. Den Uyl of kok? Zijn allemaal bij groot in hun tijd. Ik heb natuurlijk de beste tijd beleefd met Den Uyl. Uw vrouw Odette? Ja, einde. Het einde? Het einde. Ajax. Poeh. ook wel een passie van mij, ook als het minder goed gaat. Hoe lang al? Iets wat me heel erg bezighoudt. 50 jaar. Hmm. En iedere week op de tribune als het echt iedere kan. Week op de tribune. Nog eentje, Kees van Kooten. Prachtig imitator. Ik mis hem heel erg. Ik mis hem heel erg. Hij heeft u ook goed nagedaan, hè? Ja. Fantastisch. Ja. En u heeft ook nog een keer hem nagedaan terwijl hij u nadeed. Dat klopt. We gaan even kijken. Ja. Dat is hartstikke. Nu het vrijwel voor 199% zeker is dat Amsterdam over 2 weken de organisatie van de Olympische Spelen 1932 krijgt toegewezen, dacht ik dat het te verstandig was en de raadzaam ook om dat enthousiasme van de Amsterdammers vast te houden en te proberen om ook de Olympische Winterspelen van 1996 naar Amsterdam te krijgen. Je schrik je wezenloos. Wel, ik moet zeggen dat er ook heel wat van je afvalt als zo'n boek helemaal klaar is. Dan verschijn je voor een groot publiek. En dan kom je op en dan beginnen de mensen al te lachen voordat je 1 woord gezegd hebt. Een boek over vrouwen. Vrouwen in het leven van een burgemeester. Daarom heet het boek ook Democratie als hartstocht. Vond u het moeilijk om u na te doen? Ik was uitstekend gegrimeerd. Hè? Ja. Ja, Ad van der Geijn. Arjen van der Geijn, die ook altijd Coat en Bie doet. Ja. Dus dat gaf een veilig gevoel. Verder was het een privébijeenkomst.
en niet voor anderen bestemd. Dat gaf ook een heel rustig gevoel. Ja. Dat blijkt dus nu volledig ten onrechte. Ja, maar... ten onrechte. Het... Ja. Doet het nog eens? Ja. Ik heb nog één zo'n los woord voor u en dat is roeien. Ja. Elke week. Fantastisch. Hoe lang al? Vanaf 1952. Fanatiek roeier. In het volgende filmpje gaan wij u zien roeien. En dan roeit u als het ware door uw loopbaan heen. We gaan even kijken. Ed van Tijn werd in 1934 in Amsterdam geboren. De Tweede Wereldoorlog was bepalend voor zijn jeugd. Hij zat ondergedoken, gescheiden van zijn familie. Ed was veel ziek, had last van astma. En na de oorlog was er maar weinig aandacht voor de trauma's die kinderen hadden opgelopen. Hij ging geschiedenisboeken lezen om de oorlog te kunnen begrijpen. Ik ging op zoek naar dat raadsel wat mij achtervolgde. De oorlog las hij van zich af. En de astma roeide hij eruit. De drang om het verleden te begrijpen en herhaling te voorkomen maakte van hem een idealistisch politicus. Dit kabinet is voor ons geen heilig ideaal. Wat wij verwachten is dat het een begin zal maken met een aantal wezenlijke hervormingen in onze samenleving. Met als groot voorbeeld Joop den Uyl maakte hij carrière in Den Haag. In 1977 was hij verantwoordelijk voor de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis. Na de Haagse jaren werd hij burgemeester van Amsterdam. Het burgemeesterschap van Amsterdam was mijn lust en mijn leven. Een hele intense functie waarin je ontzettend veel beleeft met de mensen om je heen. Je doet toch niks voor de mensen wel? Zijn de vulders en jullie weer niet? En het wijf van de Kona ook? De krakersrellen, de dood van een kraker in een politiecel en de racistische moord op Kermin Duinmeijer waren gebeurtenissen die Van Tijn zich persoonlijk zeer aantrok. Wat heb je voor deze buurt, man? Daar doe je dit de buurt geen goed mee. Nee, jij doet de buurt geen goed. Het raakte aan zijn drijfveer, de oorlog, die hem aan zijn politieke werk deed beginnen. En er was de Bijlmerramp. In het bezoek van Nelson Mandela viel een aantal van Van Tijn's ambities samen. The party is one of the gravest mistakes that white South Africa has ever committed. Een jongensdroom die uitkwam. Een volwassene droom. Ja, dat is het mooiste wat je kunt voorstellen. In 1994 verving Van Tijn onder zware druk van zijn partij de overleden minister Ian Dales. Retour Den Haag dus. Maar al na 3 dagen barstte de IRT-affaire los. Van Tijn, die als lid van de Amsterdamse driehoek het IRT had opgeheven, kon al snel weer vertrekken. En mede daarom heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht mij met ingang van heden ontslag te verlenen als minister. Het betekende het einde van zijn politieke loopbaan. Van Tijn, die zijn eigen kinderen maar weinig zag, heeft nu eindelijk tijd voor andere zaken. Het is geweldig om opa te zijn. Ik ben alles ex, hè. Ik ben ex-burgemeester en ex-minister. En nu ben ik eindelijk gewoon opa. Iets nieuws. Zonder ex. Opa. Ja. En dat is fijn, dat is leuk. Is een heel fijn gevoel. Wat moeten mensen een hoop doorstaan, hè, denk je, als je dit ziet? Ja, dat was... Wel erg veel ineens. Ja, ja. Van de ene emotie in de andere. Veel heftigs, ja. Erg goed gedaan. Dank u wel. Ik wil het graag over een aantal dingen uit het filmpje gaan hebben natuurlijk. Misschien eerst nog even een vraag die wat raar voorkomt na al deze heftige politieke gebeurtenissen. Maar we hebben dat roeien niet voor niks als metafoor gebruikt. Wat betekent sport voor u? Ongezond veel. Ongezond veel? Ongezond, ja, ik overdrijf een beetje. Omdat ik vroeger nogal zwak, ziek en misselijk was. Ik was een zware astma-patiënt. Ik kon
absoluut niet meekomen met mijn generatiegenootjes. Niks lukte, ik kon amper fietsen, niet schaatsen, niet zwemmen. Alsmaar luchttekort. Alsmaar luchttekort. En als ik dan eindelijk eens een stap verzette, was er een overbezorgde moeder die zich afvroeg of ik mij niet forceerde. En dat roeien, dat lukte plotseling. En dat werd dus ontzettend belangrijk in mijn leven. En ik roeide de astma eruit. Ja, ja, letterlijk. Letterlijk, ja. En daarom is het zo belangrijk. En doe ik het nog steeds. Over, voor mijn plezier. Ja, ja, ja. Laten we even dat roeien als metafoor gebruiken, als u het goed vindt. Bent u nou bijvoorbeeld goed in roeien met de riemen die u hebt? Dus je voegen naar de realiteit? Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja, ik zou niet weten hoe je moest roeien met riemen die je niet hebt. Nou ja, of je kan natuurlijk ook in hoge mate idealist zijn. Of misschien zelfs het onbereikbare willen. Ja, dat, op die schaal. Onder de douche kan dat. Ja? Ja. Of als je tevoren de boot in het water legt. Maar tijdens het roeien moet je doen wat je hand te doen vindt. Mm-hmm. Je zit als het ware in een team. Je bent onderdeel van een raderwerk. Je bent eigenlijk een soort domme kracht. Ja, ja. En bent u meer een stuurman of een slagman? En dan zou ik zeggen, stuurman is de man van de ideeën en slagman van de uitvoering, het tempo. Ja, dat is een ongelukkig voorbeeld, want wij roeien ongestuurd. Nee, maar ja. Het is de metafoor, hè? Ja. Nou, dan moet ik zeggen dat ik, als ik niet roei, meer stuurman ben. Vaak aan de wal. Zonder sport, vaak buiten de sport. Aan de wal. Ja, 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 ja. Tegenwoordig zeker. Ja. Maar ik ben meer iemand die stuurt dan iemand die het allemaal zelf lekker even uitvoert. Dus u afficheert zichzelf als een ideeënman. Maar ik dacht, ja, als een beleidsman. Ja, ja, ja. Maar niet tot in detail ook met de uitvoering bemoeien? Nee. Nee? Dat vind ik ook niet goed. Dat wordt vaak door elkaar gehaald. Politici gaan vaak tegenwoordig op de stoel van hun ambtenaar zitten. Mm-hmm. Heb ik er nog zo een, zo'n sportvraag. Functioneert u beter als skiffeur? Hè? Dat is zo'n solist in zo'n eenpersoonsbootje. Of zit u liever in de vier of in de acht? Oh, een team. In een team. Ja? Ja. Nee, alleen ben ik weinig waard. Mm-hmm. Dus, echt een teamman. Ja, dreig ik om te slaan. Ja, dat, juist, juist. En op welke momenten in uw carrière heeft u een slag gemist? Oh, je maakt altijd wel een misslag. Ja. Nou, er liggen een paar voorbeelden op tafel. Hè. Mm-hmm. Allemaal misslagen? Iedere keer als ik een misslag maak, dan schreef ik een boek. Ja. Er zijn er meer, hè? Geloof een boek of 7, 8... Nou, er zitten ook detectives bij. Laat ik nou niet lullig zijn. Ja, ja. Nee. Maar ik heb wel misslagen gemaakt. Ik denk dat ik bijvoorbeeld in die IRT-affaire, waar mij overigens iets weten is wat later weer is teruggenomen door de enquêtecommissie, dat ik daar ongelukkig geopereerd heb. Ja, sporters moeten vaak ontzettend doorbijten en meedogenloos zijn. Hoe hard moet een politicus zijn? Keihard soms, ja. Oké. Okay. Absoluut. Ja. In dit programma komt altijd, dat weet u, een aantal mensen aan het woord over de gast in filmpjes. We gaan dat eerste filmpje nu zien. Hij was kabinetchef van de burgemeester van Amsterdam, toen u dat was, die burgemeester. Inmiddels ook goede vriend, heb ik begrepen. Toen al. Toen al. Ik heb het over Lo Bremer. Ed en ik konden het in het begin helemaal niet met elkaar vinden. Ik had daarvoor 2 jaar voor Sam Calde en 6 jaar voor Wim Polak gewerkt. En daar kwam deze meneer met zijn praatjes. Arrogant, kwal gewoon. Alles moest anders en alles moest beter. En daarvoor hadden we niks echt wezenlijks tot stand gebracht. Die indruk wekte die. Ik herinner me een van de eerste vergaderingen toen legde hij uit dat we de heroïneproblematiek maar eens moesten aanpakken. Gewoon door het verstrekken van gratis heroïne aan verslaafden. Onder voorwaarden. En ik legde voorzichtig in die vergadering uit van nou, er zijn wel heel veel problemen. Niemand wil meewerken. De inspectie voor de volksgezondheid niet enzovoort.
Even later kreeg ik een briefje onder mijn oog van dat hij niets had aan vastgeroeste ambtenaren. En of ik moest meewerken of ik moest maar eens naar een andere baan gaan omzien. Nou, ik heb toen maar besloten mee te gaan werken en dat is me wel bevallen. Goedemiddag. Nou zeg, wat een praatje zegt hij. Maar deze Ed van Tijn kennen wij niet. Ik ook niet. Nee? Nee. Nou, dit lijkt me toch niet uit de duim gezogen. Hoe zat dat? Was hij vervelend? Nee, of duldt u geen tegenspraak? Hij is de meest loyale ambtenaar die je kunt voorstellen. En ik maakte daar ook wel eens misbruik van. Maar wij waren al heel snel bevriend. Dus het was... Dat heb ik trouwens vrij snel met mensen met wie je moet werken. Moet het ook klikken. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar ga eens in op zijn verhaaltje. Nou, ik denk dat ik veel... toen ik aantrad, de stad stond zo'n beetje in brand van de krakersrellen. Dat ik inderdaad vastbesloten was om de zaak op orde te krijgen. Ik denk dat iedere burgemeester die aantreedt dat wel een beetje in zich heeft. En u was zo vastbesloten als hij schetst? Ja, ja, ja. En daar horen dit soort briefjes ook bij? Nee. Nee? Dat briefje, dat moet hij ook nog maar eens laten zien. Dat... Nou, meneer Bremer. Zeg eens. Waar is dat briefje nog? Ja, heb ik opgegeten. Zie je wel. Bewijsmateriaal overgeven. Maar dat zijn harde methoden. 18 briefjes. 18 briefjes. Nou, als je na kantoortijd samen een borrel drinkt, kun je in kantoortijd veel veroorloven. Maar bent u iemand die onvoorwaardelijke loyaliteit eist? Nee. Nee? Nee. 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 Dat, ik wil kritiek om me heen. Ik vind... echte onvoorwaardelijke loyaliteit is doodeng. Ja? Dat is slecht voor de zaak. Het, leidt tot bederf van jezelf. En als je erover nadenkt wat blinde loyaliteit zou kunnen betekenen... Nou, ja, onvoorwaardelijk. Nou goed, blind, noem het maar zo. Ja. Nou, daar hebben we hele slechte voorbeelden van gezien. Ja, dat is waar. Die geleid hebben tot die foto's aan het begin van... Ja, Tweede Wereldoorlog. Maar gaan kritiek en loyaliteit dan niet samen bij u? Dat kan toch even goed ook? Ja, nee, dat... Maar loyaliteit betekent niet slaafsheid, dienstbaarheid. Nee, het moet spetteren. Ja. Zo heb ik het van den Uyl geleerd. Altijd debat, altijd... alle kanten van een verhaal bekijken voordat je een beslissing neemt. En ambtenaren die zeggen, doet u het maar zo. En... de andere kant onder de pet houden, daar heb je één dag wat aan en niet 11 jaar. Dus u bent niet van het model van wie niet voor mij is, is tegen mij? Nee, helemaal niet. Durf ik rustig te zeggen. Ja. U staat bekend als perfectionist, hè? Ja. Tot in detail alles voorbereiden, alle stukken gelezen hebben. Een speech moet 6 keer of 10 keer over voordat hij goedgekeurd wordt. En dan wordt hij nog niet uitgesproken. En dan wordt hij nog niet uitgesproken. Dat is vreselijk, ja. Ja? Bent u vreselijk? Ja, ik stel hoge eisen. Ja? Maar ik lees niet alle stukken van achter naar voren. Ik lees alleen alle stukken van die ambtelijke diensten of ambtenaren. Van ik denk, die stukken moet ik lezen. Maar de meeste stukken die uit goede handen komen, die neem ik, nam ik. Mm-hmm. Nam. Diagonaal door. Ja. Zo kun je niet besturen als je alles van A tot Z leest. Nee. We zouden door uw leven springen vanavond. Ja. Dat gaan we ook doen, want we gaan nu terug naar de 11-jarige Eddy van Tijn. Want aan het woord komt nu uw oude onderwijzer. Eddy kwam bij mij in de 5e klas van de lagere school. Was een heel bedeesd, lief jongetje. Had natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. En ja, hij werd meteen opgenomen in de klas. Dat was ook erg prettig. Hij had al heel vlug een vriendje, een vast vriendje, waar hij mee optrok. En ik heb hem bijgespijkerd, zoals hij dat dan zelf noemt, om hem klaar te stomen voor de middelbare school. Hij wilde naar het middelbaar onderwijs. En
Omkijken deed hij niet. Het oorlogsverleden, daar heeft hij met mij nooit over gesproken. Hij wilde alleen maar werken, werken en nog eens werken. Om zijn doel te bereiken. En het is een van de prettigste en ijverigste leerlingen die ik in mijn hele loopbaan van ongeveer 40 jaar gehad heb. Tja, deze man heeft zo ontzettend veel voor mij betekend. Ja? Ja, die, zoals je zelf al zei, ik moest in 2 jaar, 6 jaar lagere school inhalen. En hij heeft me zo gemotiveerd en is eigenlijk geruisloos is dat gebeurd. En het was zo'n inspirerende man, niet alleen voor mij. Een hele bijzondere man, meneer Korneef. Korneef, ja. We noemden hem Teufie, waarom weet ik niet. Wist hij dat? Nee. Ja, dat heb ik hem later verteld. Ja, ja, ja. Ja. Ik moet even zeggen, hij had hier graag willen zijn, maar zijn gezondheid laat dat niet toe. Maar u krijgt wel de hartelijke groeten van hem. Ja, hij ontroert u echt, hè? Ja, dat is zoiets bijzonders. Er wordt veel geschreven over de slechte opvang na de oorlog. Maar ik heb dus een hele andere ervaring. Ja, want we hebben het over vlak na de oorlog. Dat zegt u zelf al, 45, 46. U was op 18 verschillende onderduikadressen geweest, als ik het goed heb. Dat is natuurlijk krankzinnig om mee te maken voor een kind. Uw ouders heel lang niet gezien. U wist natuurlijk ook niet heel lang of ze er nog waren, of ze nog leefden. Maar dat is uiteindelijk allemaal na de oorlog bleek dat het gezinnetje van Tijn overeind was. Vader, moeder en u. Ja. Nou schetst deze onderwijzer u als een braaf, ijverig kind. Maar dat was u toch niet alleen maar. U was ook een heel moeilijk kind door die oorlog, neem ik aan. Ik zou het niet weten. Men zei van wel. Oh, men zei van wel. Nou, ik was natuurlijk een astmapatiënt. Dat alleen al was verschrikkelijk moeilijk. Ik was een enig kind. Die plegen altijd nogal snel stampvoeten. Mm-hmm. Ik was mijn moeder ontgroeid. Ik had 2 jaar op allerlei adressen doorgemaakt. En wat daarop volgde. En was niet plotseling weer het oude schoothondje. Nee, ik had een eigen wil, een eigen mening. En sommigen noemden dat onhandelbaar. Ja. Ik denk dat het nogal meeviel. Ja? Ja, denk ik wel. Oh, daar heeft u een ander zicht op dan sommige anderen. Ik schets net dat het allemaal goed was gekomen met het gezinnetje van Tijn. Weer met z'n drieën bij elkaar. Maar dat heeft niet heel lang geduurd. Want uw ouders zijn op een gegeven moment gaan scheiden, hè? Ja. Had u toen alsnog het gevoel, nou ben ik toch nog mijn vader kwijtgeraakt? Nee. Nee? Nee, ik wist zeker dat ik mijn vader nooit zou kwijtraken. Hij dook altijd op, ook in de oorlog. Hij heeft de meest onmogelijke dingen uitgehaald om mij uit razzia's te redden. Het was zo'n een untouchable, ongrijpbare man. En hij was weg bij mijn moeder. En ik vond dat natuurlijk heel vreselijk. Maar ik wist dat ik hem elk weekend weer bij Ajax zou zien, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. En als het nodig was. Ja. Maar en verder dat, ja, soms kan een scheiding ook voor een kind een opluchting zijn. Dat is ook waar. Ja, ja, ja. Daar kan ik zelf ook over mee praten. Dat gevoel ken ik. Kun je zeggen dat die onderwijzer, meneer Korneef, eigenlijk uw leidmotief al schetste? Dat hij dat als jongetje al zag? Namelijk niet terugkijken, maar vooruit en heel hard werken? Ja. Ja. Is de oorlog uw grote drive geweest? Ja, zonder terug te kijken. Ja. Nou, in die zin is het niet helemaal waar. Je wil nooit meer terug. Dat nooit weer. Nooit meer vernederd worden. Nooit meer machteloos staan tegenover dingen die over je heen komen. Dus zorgen dat je je ontwikkelt. Zorgen dat je er zelf bij bent. Zorgen, nou ook sportief. Hè. Je wou sterk zijn en dat kon dus in het begin. Maar ook meekomen op school. Dingen beter begrijpen. Leergierig zijn. En
vooruit in de zin van meekomen. Nooit vooruitlopen, maar meekomen. Dat was eigenlijk de grote drive. Ja. Ik wil het gesprek even onderbreken voor de eerste muziek die wij voor u hebben uitgekozen. Die muziek komt uit uw favoriete musical. Les Miserables. Ja, Les Miserables. Ik dacht, als hij nou maar het goede zegt. Ja. Ik schrok me. Stel je voor. Ja. En volgens mij hebben we ook het lied daaruit genomen wat u het allermooist vindt. Empty Chairs and Empty Tables. Ja. Kunt u zeggen waarom u dat zo mooi vindt? Nou, de tekst alleen al. Dat, lege tafels, lege stoelen. Ja, al die revolutionairen die voor een ideaal zijn gestorven. En ook een beetje het schuldgevoel van de overlevende. Wie ben jij dat jij terug nog bent gekomen uit de oorlog. Ja. Ja, dus dat lied spreekt me enorm aan. Op een of andere manier. Maar het is natuurlijk heel raar om zo'n musical bij te wonen. Zeker in bij een première waarin allerlei deftige mensen in smoking zich kleurenblind klappen voor een rode vlag die over het en absoluut niet lijken te beseffen waar ze voor klappen. Ja, ja, dat heb je met musicals. Ja, ja. Maar dat maakt het lied er niet minder mooi om. Nee. We gaan het lied horen. Het wordt vanavond gezongen door een man die in alle grote musicals heeft gezongen, mag ik wel zeggen. Les Miserables, The Phantom of the Opera en Cyrano. Hier is Robert Walter. At the windows, phantom shadows on the floor, empty chairs and empty tables, where my friends will meet no more. Oh, my friends, don't ask me what your sacrifice was for. And empty tables where my friends will sing no
gaan iemand van de familie nu aan het woord laten. Hier is uw jongste dochter Marion. Mijn vader is dit jaar 65 geworden. En ik moet je zeggen, naarmate hij wat ouder wordt, wordt hij ook eigenlijk leuker. Hij is opener, spontaner, wat makkelijker in de omgang, een stukje gezelliger. En een paar jaar geleden, een jaar of drie geleden, zijn we met elkaar, met Odette en mijn zus Carla, naar Polen geweest. We hebben vernietigingskampen bezocht. En ik moet je zeggen dat ik toen door zijn verhalen en zijn ervaringen die hij met ons gedeeld heeft, hem veel beter heb leren kennen. Dat ik hem daardoor ook meer ben gaan accepteren zoals hij is. En dat ik daardoor ook gewoon veel leuker met hem om kan gaan. Wat ik ook leuk vind van de laatste tijd is dat hij sinds hij een computer heeft aan het e-mailen is geslagen. En aangezien hij niet zo makkelijk is in praten en zijn gevoelens uiten, doet hij dat gewoon op de e-mail wel eens heel erg leuk. En zegt hij dingen die hij normaal nooit tegen me zou zeggen. Ja, dat laatste is fantastisch. We denken dat de technologie de mensen van elkaar doet vervreemden. Maar het tegendeel is het geval. Je hebt hier een e-mailende vader. Ja. Ja. Is het leuk? Dat is erg leuk. Ja, ja. Dat klinkt ook goed, ja. Zij klinkt als mijn vader is meer zichzelf geworden. Bent u het daarmee eens? Ik denk het wel, ja. Ja? En waar heeft dat mee te maken volgens u? Met A, het ouder worden. B, het geluk vinden. C, het niet meer... Wacht heel even, wanneer hebt u het geluk dan gevonden? Nou, we hadden het toch al over Odette. Ja? Ja? Ja, ja. Ja. Odette is het geluk gevonden hebben. Absoluut, ja. Uw huidige echtgenote. Ja. Maar ook niet meer zo op je tenen hoeven te lopen. Ik heb altijd op mijn tenen gelopen. Ik moest meekomen, dat verhaal van net. De leerling van de lagere school. Ja. Ja. En op een gegeven ogenblik heb je de lagere school wel achter de rug. Dat heeft lang geduurd hoor, dat is nog maar een paar jaar. En dan sta je toch wat meer ontspannen in het leven. En die reis waar Marion over sprak, was een doorbraak in ons leven, absoluut. Ja? Wilt u daar iets over vertellen? Nou, ik was er al eens eerder geweest. Mijn oudste dochter Carla was er ook al eens eerder geweest. En Carla zei, dit moeten we toch samen kunnen beleven. En toen Carla dat zei, zei Marion, ik wil mee. Mm-hmm. En samen zeiden, maar Odette moet dan ook mee. Ja. Zo is het gebeurd. Ik heb nooit heel erg veel over... Ik ben nooit daar geweest hoor, in Polen. Dat niet de indruk wekken. Maar het is in het begrijpen van de belevenissen die je wel hebt meegemaakt, natuurlijk belangrijk. Nou, over die belevenissen heb ik heel erg moeilijk met mijn kinderen kunnen praten. Want dat is een algemeen probleem. Als je er te veel over praat, worden ze doodongelukkig en belast. Als je er te weinig over praat, worden ze ook doodongelukkig en belast. Ja, ja. Want er is het grote raadsel. Ja. En alleen door samen naar zoiets heen te gaan en nog niet eens zoveel te praten, maar toch aan marge het nodig vertellend, kom je tot elkaar. Je ziet ook hoe zij erop reageert. Ik heb pas daar mijn jongste dochter leren kennen. Ik vond dat ze er fantastisch evenwichtig mee omging. Ik zag haar persoonlijkheid groeien onder die omstandigheden. En het was... mijn oudste dochter was al veel meer mee vertrouwd. Die is zelf dus naar die toestanden op zoek gegaan in haar eigen leven. Maar voor de jongste dochter was het iets heel nieuws. En, maar ze is niet bij blijven stilstaan. Hè. Ze is gewoon weer gaan doorleven. Ja, ja, ja. Zonder... Dus dat was de omslag voor u, dat u uw kinderen beter hebt leren kennen. Ja. En een beter contact. Het is heel macaber dat het blijkbaar zo dan moet. Maar ja, dat is ook weer waar. Gebeurd. Ja. Dat heeft volgens mij te maken met delen met anderen. Kon u het niet eerder met ze delen? Heel erg moeilijk, zoals al zei. Ik herinner mij
dat Carla, mijn oudste dochter, die had mij een herdenkingsrede van mij gehoord. Bij een van de Auschwitz-herdenkingen. En die kwam in tranen naar me toe. Zei, waarom kun je wel voor een paar honderd mensen dat soort dingen zeggen en niet tegen mij? Ja, 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 ja. Poeh. Ja. Dan sta je dan met je mond vol tanden, denk ik. Ja. Ja. Dat is een goeie. Ja. Ja. Is dat ook de reden dat dat zo moeilijk gedeeld kan worden? Dat u alsmaar niet begint aan dat boek waar u nou al in een paar interviews over gesproken hebt? Het boek over uw generatie, wat u zo graag wilt schrijven? Want dan moet je het met een heel groot publiek gaan delen. Ja, dat is een van de remmingen. Ja? Het nadenken, ga je nu... Ik ga het schrijven, dat is vastbesloten. Ja? Het eerstvolgende boek gaat daarover. Maar ik zit dan eindeloos te denken, moet ik het in de ik-vorm of in de hij-vorm? Moet het chronologisch of juist in flarden? Bij andere boeken zette u zich daar sneller overheen. Wat houdt u nou precies tegen? Ja, er komt steeds wat tussen, maar dat zal wel geen toeval zijn. Maar het komt eraan. Het gaat gebeuren. Absoluut. Anders bel ik met de heer Korneef, de oude onderwijzer. Dat hij u opjut, ja. We gaan naar de volgende spreker. En dat is iemand die op dit ogenblik weer in Turkije woont. De kleermaker uit Amsterdam die het land moest verlaten. Gümüş, heel Nederland en ook u hebben daar enorm mee meegeleefd. We hebben hem bezocht en wat zegt hij over u? Bizimle ilgilenmesi gerçekten güzel bir şey. Yani gönülden ilgilendiğini zannediyorum. Çünkü gerçekten dürüst bir kişiliği var. Çünkü o da benim gibi bir babadır. Kendi çocukları olduğu için zannediyorsam öyle bir şefkatle bizimle ilgilendi. Ama bu ilgilenmesinin sonucu böyle olmamalıydı. Yine de ilgilendiği için ona teşekkür etmek istiyorum. Ama şu an söylersem bu anda yani pek o kadar dört mutlu olduğumu zannetmiyorum. Yani eğer ki oturum alınmış olsaydı veya herhangi bir şey yapılmış olsaydı çok daha değişik olacaktı. Şu anda sizinle de teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendiği, bize bu kadar yardım ettiği için güzel bir şeydi. Gümüş, u hebt zich er heel erg mee bemoeid, heel erg uw nek ervoor uitgestoken. U was er helemaal niet mee eens dat hij werd uitgezet. Maar wat stak u nou het meest? Nou, ik vond het onrechtvaardig. Ik vond het een bureaucratische beslissing. Mm. Je ziet nu ook dat de regels wat worden vermenselijkt. Maar hoe kun je nou kinderen die hier geboren zijn en opgegroeid, die 7 jaar hier op school hebben gezeten, die geen Turk spreken, hoe kun je die nu zo klakkeloos uitzetten? Het was een... het had makkelijk anders gekund. Ik vond het heel erg onrechtvaardig. Ik vond het prachtig dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat met ons eens was. Het was dus een heel gunstig klimaat om een positieve beslissing te nemen. En toch is dat niet gebeurd. En toch is het niet gebeurd. Er was een kamermeerderheid, maar die kwam door ongelukkige procedures niet tot uitdrukking. Uiteindelijk is hij met een paar stemmen verschil met lege handen blijven staan. En ik vind dat is mijn diepste wond. Is dat zo? Dat is mijn diepste wond. Al het andere kunnen ze cadeau krijgen. De IAT-affaire, daar denk ik geen seconde meer aan. Maar waarom Gümüş dan? Ik bedoel, ik snap het wel, want ik heb dezelfde emotie over Gümüş als u. Maar ik ben geen politicus. En dan denk ik, u hebt in uw hele politieke carrière zoveel meegemaakt en zoveel mensen buiten de boot zien vallen. Waarom is voor u Gümüş nou de heftigste kwestie? Nou, het ging om een mens. Dat was wel vaker. Ja, maar zo concreet, zo tastbaar.
In de tweede plaats was het een volslagen onnodige beslissing. Volslagen onnodig. Ja, u zegt en, over Cumus, dit kan niet. Ja. Maar het kan dus wel in de en politiek. In de derde plaats was ik ook diep gekwetst dat onze argumenten en ook mijn argumenten... Ik was er voor 1000% ingegaan dat dat zo aan de kant werd geschoven. Mm. Maar dat kan dus wel in de Nederlandse politiek. Ja, dezelfde politiek als waar u uit afkomstig ja, bent. Ja, dat kan. Bent u naïef door dan te hopen dat de individuen toch onder de regels uit kunnen komen? Ik ben niet naïef. Maar dit geval was zo sterk. Mm. En dan wordt gezegd, ja, deze meneer heeft een gezicht. Ja. En die ander niet. Nee. Ik zeg, nou, voor politici moeten alle mensen een gezicht hebben. Is de affaire Gumus voor u het bewijs dat de politiek is verzakelijkt de afgelopen ja, jaren? Ja, verbureaucratiseerd. Het was een absolute overbureaucratische beslissing. Duidelijk. We zijn hiermee ook bij Den Haag terechtgekomen. Ik heb een paar collega's uit Den Haag gevraagd om een omschrijving van u te geven. Ja, het is open. Het is spontaan. Het is, kan ook heel ernstig zijn. Een fantastische, niet alleen verhalen vertellen, maar je ook meeslepend meebrengen op een spoor van denken. Zijn hardnekkigheid en zijn trouw aan zijn uitgangspunten en zijn vaak op niets berustende optimisme. Ik denk dat zijn grote kracht is dat als mensen naar hem luisteren, als mensen hem zien, dat ze een politicus zien die staat voor zijn overtuiging en die ook heel emotioneel betrokken is bij datgene wat hij doet. En mensen die betrokken zijn bij hun werk, die spreken toch op een andere wijze aan dan mensen die gewoon een verhaaltje staan voor te dragen. Ik denk dat dat zijn grote kracht is. Sinds het begin van D66 is hij mijn oudste strijdmakker voor vernieuwing van de democratie buiten D66. Dat is hij altijd gebleven. Met een hele grote interesse. Altijd. En dat deelden we samen. En hij was voor mij dus ook een bruggenhoofd naar de Partij van de Arbeid toe op deze punten. Als je het ingewikkeld hebt, dan weet je dat Ed erbij is. Dat hij je belt of een krabbeltje stuurt. Ik bedoel, we overlopen elkaar niet, maar ik denk als we weer in het nauw zouden zitten, dan weten we dat ik bij hem thuis kan komen en andersom. Senator, wij zien elkaar op de barricade. Ja, het slot kan je altijd wel een wiegel overlaten. Ja. Met gemak. Zeg maar, wie van de drie stond er nou bij u op de stoep toen u had moeten aftreden in de IRT-affaire? Bram Peper. Ja? Die kwam op ziekenbezoek, ja. Op ziekenbezoek? Ja, dat kwam helemaal niet uit, want ik was al begonnen aan het boek. En ik had alweer... Nee hoor, het was hartstikke aardig. Ja, ja. Want... Heel even snel voor thuis in één zin. Ja. U moest als minister van Binnenlandse Zaken een oordeel geven over hoe de burgemeester van Amsterdam het had gedaan in zaken de recherche opsporingsmethode. Ja. Dus vanwege dat pettenprobleem bent u toen afgetreden. Nou, eigenlijk was het grote punt dat ik met de collega van Justitie, Ernst Hiers-Balien, ja. Vechtend over straat rolden. We hadden een verschillende mening over de ernst van de IRT-affaire. En daardoor maakten we onszelf onmogelijk. Dat kan helemaal niet. En toen wij voor de tweede maal ons in de Kamer moesten verdedigen en het weer niet eens konden worden, toen ook nog een motie werd aangenomen die zich eigenlijk richtte tegen de collega van Justitie. En toen hij dus zei, zo kan ik niet langer functioneren, en aftrad, toen moest ik wel volgen, gewoon 2 uur later. Ja, ja. En ik besefte toen nog niet helemaal dat dat het einde verhaal was. Nee? Dat ik dacht dat ik in een volgend kabinet zou kunnen terugkeren.
Bent u dan nog lang blijven denken? Nou, tot aan het moment dat de nieuwe ministersploeg bekend werd gemaakt. Toen pas? Toen werd het mij pas meegedeeld. En toen wist ik dat het helemaal voorbij was. Ja. U refereerde er net al aan. Toen bent u dat boek gaan schrijven, Retour Den Haag, heet dat boek. Ja. Van je afschrijven? Ja. In de eerste plaats is dat een goede therapie. Als je echt op tilt staat. In de tweede plaats is het ook een drang tot zelfrechtvaardiging. Ja. Op dat latere generaties niet zullen denken dat het zus of zo is gegaan, terwijl ik toch met de feiten in de hand kan laten zien. Precies vastleggen. Ja. Enzovoort. En in de derde plaats is het een inspiratiebron. Het is heel erg moeilijk, hebben we net vastgesteld, om zonder dramatische gebeurtenissen aan het schrijven te gaan. Dan zijn er erg veel. Maar dan is de geest uit de fles. Het boek is dicht. De tijd aan deze tafel is ook om. Ik ga u vragen om mee te lopen naar die doos. Wilt u dat? Ja. Ho. Zullen we maar zitten? Wordt leuk hoor. Warm, nou, ja. Eng. Zet u de koptelefoon maar op totdat u mij weer hoort. Op. Tot zo. Goedenavond allemaal hier op de tribune. Dames en heren, ik kan heel kort zijn. Binnenkort bestaat Ajax 100 jaar. En daarvan zit Ed van Tijn, hebben we vanavond gehoord, al 50 jaar op de tribune. Heel vaak ook met zijn vader samen vroeger. Maar hoeveel van al die prachtige wedstrijden en ook van die minder mooie is hem nou eigenlijk bijgebleven? Daarover gaat hij in gesprek, ook al weet hij dat zelf nu nog niet, met zijn allergrootste Ajax-idool aller tijden. We gaan meteen doorschakelen. Meneer van Tijn. Ja? Ja, u hoort mij weer. U mag nu al de koptelefoon afdoen en het luikje openschuiven. Oké. Hey, Jacket. Jemie, nee. Daar zitten we er. Mr. Ajax, wat goed om je te zien. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ik heb iets heel leuks. Ik ga je direct 3 vragen stellen. Want ik geloof dat je heel veel weet wat Ajax in al die tijd gedaan hebben. Oh, wat eng, Sjerk. Ja? Hoe vaak is Ajax in het 100-jarig bestaan landskampioen geweest? Denk aan je seconde. 17 keer. Ietsje meer. Ik heb het gisteren nog op het briefpapier gezien. Oh, jee. Nou ja, je zet op de helft. Het was 27 keer. Mijn hemel. En de laatste keer was in? De laatste keer was 3 jaar geleden. Verleden jaar. Weer verleden jaar, okay. 98. Ja, ik krijg altijd van die blackouts. Ja, dan ben je ineens nerveus. Dat moet je niet zijn. Ja, ik leer nog veel van je, Sjaak. Ik geef je nog 1 kans. We gaan naar nog een paar mooie fragmentjes van mezelf kijken. Dat is de wedstrijd Ajax Feyenoord. We schieten keihard op de lat. En ik kop hem zelf weer in. Ja. Omdat ik moest toch die kant op. Ja. Weet je nog? Wat is nou de vraag? De vraag is, hoeveel wedstrijden heb ik voor Ajax gespeeld? Boah. Heel erg veel. Ik denk meer dan 400. Nog even verder. 600. Fantastisch, hè? Die reken ik goed, hoor. Echt, de laatste uur rekening, absoluut goed. Nou, hiermee denk ik toch... Nou, dat was de belangrijkste vraag. Hè, dat is ook zo, daarom. Ja. En daarom krijg je deze mooie extra prijs. Oh. Dit is het schilderij van de Europa Cup 1972-73. Maar je krijgt de 3, dus van al die jaren, deze schilderijen. Dit zijn exemplaren. Die hebben alleen de spelers op dit moment gekregen die ook meegedaan hebben. Dus jij bent de volgende.
Ik hoop dat ze een mooi plekje bij je krijgen. Niet helemaal verdiend, maar erg graag. Het gun het je graag. Ja. En we gaan samen door. Oké. Ik kom u bevrijden. Meteen de fotocollage maar meegenomen. Ja, je weet maar nooit. Nee. Eng hok daar. Ja, dat is waar, hè? Komt. Maar het viel toch mee? Nou, het viel helemaal niet mee. Dat wist ik weinig, hè? Ja, van Ajax dan wel. Oh, wat erg, ja. Maar ik kijk ook altijd uit naar de volgende wedstrijd. Ik kijk nooit terug. Het is een tik geworden, hè? Ja. We gaan dit programma besluiten met muziek. Nadat ik u bedankt heb voor deze avond, voor dit gesprek. Ik heb er erg van genoten. Ja. Dank u wel. En wij dachten, omdat Amsterdam uw stad is en ook omdat het daar uw favoriete baan was en u daar een zeer geliefde burgemeester was en ook de langstzittende, daarom krijgt u nog één keer een ode van Amsterdam door. En draai uw stoel maar om. Lucretia van der Vloot, Mieke Stemerdink en Rob van de Meeberg. En ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. Maar waar ik ook kom op deze aarde, al is het ook ver hier vandaan, ik zal ze steeds blijven vertellen van die mooie, die fijne Jordaan. Aan de voet van die mooie Wester, daar heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls staan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan. Jongens, kom kijken. De wagen staat voor, de dieven worden weggereden. Dan zie je de stumperds, hun handen geboeid, die soms niet het ergste deden. Dan is het een jongen, lang werkeloos, die het deed, daar hij niets kon verdienen. Vaak zie je de moeders aan het station, die stil in een hoekje staan grienen. Lach nooit als je die wagen ziet staan. Je kunt het gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan. Kan morgen mij ook gebeuren. Aan die Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad van ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes.
s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Geef mij maar Amsterdam, mogen is de stad voor mij. Geef mij maar Amsterdam. Mijn Amsterdam, met z'n Amsterdam.